grappig, hè? Hij is wel leuk. Ja, jij dacht dat is Enzo Knol. Ja, ik vind hem er wel wat van hebben. Hallo, daar zijn we weer. Lekker geslapen. Beetje opgefrist. Ik voel me wat beter dan gisteren, gelukkig. Want ik was een beetje bang van ja, of het gaat erger worden of we gaan een nachtje slapen en ik voel me morgen beter. Nou, gelukkig voel ik me dus wat beter. Ik ben vrij vandaag, de zon schijnt. Dus ik ga nog eventjes wandelen. Ik moet mijn paspoort ook nog ophalen. En een boek dat ik heb besteld. Maar ik heb één heel groot hekelpuntje. En dat is onze kledingkast. Hij is op zich vrij groot. En ja, René heeft iets meer ruimte nodig dan ik. En dat is niet erg, alleen het past gewoon allemaal niet heel erg lekker. Er zitten allemaal ook veel dingetjes in die we dan niet zo vaak gebruiken. En ja, het is gewoon één keer in de zoveel tijd. René heeft het al een paar keer opgeruimd, maar er is gewoon sowieso licht. Kijk, dit is van mij, dit is van haar. En het ligt gewoon naast elkaar. En ja, het klopt gewoon niet helemaal. Dus ik ga even alles eruit halen. En dan ga ik kijken of dat ik een iets logischere, iets betere indeling. Ik ben er een beetje klaar mee en ik heb er een beetje spijt van. Want het was allemaal niet zo mooi als dat ik had gehoopt. Tenminste, dit is eigenlijk allemaal René. Maar ik hou van logica en er zit niet echt logica in. Dit zijn alle schoenen. En dit is van mij. Ik laat het even bezinken. Laat het straks René zien als ze thuis komt. En ik heb er hoofdpijn van gekregen. Nou ja, dat had ik eigenlijk al. Ik denk van het niezen. Mijn hoofd is dan vol met snot. Dus ik moet even twee paracetamolletjes naar binnen werken. En dan ga ik mijn paspoort ophalen. Want dat moet ook gebeuren vandaag. Hier hebben we trouwens ook nog een zooitje waar ik afscheid van ga nemen. Nee, troep weg. Zout weg. Ja, ik heb mezelf een beetje een afspraak gemaakt. Als ik iets langer dan één seizoen niet heb aangehad, dan gaat het gewoon weg. Ja, tenminste. Niet als ik in de zomer mijn wintertrui niet heb aangedaan, want dat is een beetje onzin natuurlijk. Maar laat het op een jaar houden dan. Als ik een jaar iets niet heb aangetrokken, dan moet het gewoon weg. Dan vind ik het blijkbaar toch niet zo leuk als dat ik het vond toen ik het kocht of kreeg of zo. Paspoort. Ik ga mijn paspoort halen. Wat een dag. Nou, vier paracetamols verder. Ik heb in ieder geval geen hoofdpijn meer. En René is thuis. En nou gaan we eens kijken of zij het net zo'n succes vindt als ik. Wie? Ja. Ik vind het namelijk niet zo'n succes. Waarom niet dan? Nou, omdat ik eigenlijk, nou, ik kan er gewoon niet, ik moet gewoon, voor alles moet gewoon een plankje zijn, een eigen plankje. En dat is er niet. Maar ik heb nu wel zover dat we niet meer hoeven te proppen, zeg maar, in de hanggedeeltes. Mm-hmm. Dus, doe de kast maar open. Ja, daar zitten alle mijn, dat is allemaal van mij. Ja, dat is
op zich wel handig, toch? Dat alles van jou aan één kant zit. Ja. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb een nieuwe manier van ruimte benutten. Dat is oprollen. Nou, dat schijnt een... ik moet even nog nalezen. Het schijnt namelijk een filosofische gedachte te zijn van een of andere Japanse of een Chinese vrouw of zo. Ja, dat heb ik wel eens van gehoord. Dat je als je je koffer gaat inpakken, ja, dat je dan moet... Iedereen denkt allemaal dat het vouwen... Waarom? Ja, iemand ooit is daarmee begonnen natuurlijk met vouwen, maar je kan ook rollen. En rollen is schijnbaar praktischer qua indelen. Maar dit is dus allemaal van jou. Oh ja? Ja. Op zich wel. Nee, het zit gewoon je hebt hartstikke leuke kleding. Ja. Ja. Maar je hebt dus daarboven heb je allemaal truien. Dit zijn ook truien, maar daar zit ook de nieuwe zwangerschapsdingetjes tussen. Dat is allemaal zwangerschap als het goed is. Dat is ook truien. Ja. En dit zijn dan je broeken met zwangerschapsbroeken. Dit zijn je hempies. Zeg maar, daarachter ook. Ja, dit zijn trouwens ook t-shirts. Maar dat zijn hempies. En dan heb je hier allemaal t-shirts. Ja. En dan hangen hier alle jurken. En dan gaat het over in... wat zijn het? Truitjes. Vestjes. Vestjes. Dingetjes. En hier zijn dan alle andere vestjes en jackies. Ja. Dit is slaapgedeelte. Hier zijn jouw riemen. En hieronder helemaal jouw BH's, sokken en ondergoed. Nou schatje, ik zeg helemaal toppie. Ja. Ja. Ja, en dat vond ik wel tof, want ik heb daar dus helemaal bovenin in de mand mijn handschoenen weer gevonden. Je bedoelt boven die... ja, in die sporten dingen. Daar zitten ook al jouw sporten shirtjes in nu en zo. En daar heb je nog heel veel sjaals. Ja. Sjaaltjes heb ik erbij gedaan. Nou ja, daar zat zwemkleding, zwemdingen en beddengoed. Nou ja, en dan hier, ja, die schoenen, daar moet je maar even nog steeds een keer uitzoeken. Ik heb mijn justitiejas heb ik opgevouwen en nog wat andere dingen van jou erbij gehangen. Ik ben benieuwd of mijn Haagse blufshirt nog past. Oh ja, dat is natuurlijk ook zondag, hè? Ik wel jammer dat ik daar niet bij kan zijn, ik moet werken. En dit is dan mijn werkkleding dingetjes en mijn sokken en ondergoed. Ja. En het beddengoed kan daar prima blijven liggen. Ja, en ik heb nog een colbert weggedaan en die roze, rode blouse. Weet je wel die rode blouse? Ja. Die ik eigenlijk al een jaar of zo niet meer aan heb gedaan. Die jij ook niet zo mooi vindt. En daar zit, pardon. En hij zit ook een beetje strak. Dus dat. Nou, ik zeg helemaal toppie poppie. Helemaal fijn. Dat valt me niet tegen. Nou, ik heb liever nog een kastgedeelte erbij. Ik kom net iets te kort. Maar, er komt helemaal niks te kort, poppie. Wel. Waar komen we nou te kort dan? Een beetje ruimte. Om het wat... Al jouw kleding past hier in één kast. Ja, omdat ik heel veel weg heb gegooid. Anders had het nooit gepast. We gaan lekker wat eten bij je moeder. Ja. Joe. Eten. En we zijn weer thuis. Lekker gegeten. Ik zit er vol van. Ik ben ook zwanger. Ah. Lekker, wat was het? Kip, een schotel met kip. Overschotel met kip en paksoi, boontjes, kaas en er zat nog een vlees erin. Volgens mij gewoon shawarma. Shawarma was het. Shawarma, ja. Hè? Was lekker. Is heel lekker. Ik heb voor 3 gegeten, denk ik. En nu weer thuis. We zijn naar bed. We mogen om 6:15 beginnen. 7:15, sorry. En dat betekent 4:45 eruit. Dus dat is lekker op tijd. Maar we hebben weer een leuk dingetje gehad. Ja, die hebben we van Likkie gehad.
Zo schattig. Maar dat komt heel goed uit, want Liek die dacht dat Maris een jongen zou krijgen. Dus deze had ze nog liggen. Kijk nou, leuk toch? Piekpoe! Had het leuk gekraak en spiegeltje. Ja. En van Mariska heb je wat luiertjes die ze had gevonden. En kijk maar. Luiertjes? Luiertjes. Ja, maatje 1. Oh, nog meer. En deze. En we hadden al zoveel gehad van haar. Ja, die hebben we. Ook van Maris. En deze. Kon mijn moeder niet laten liggen. Stretchy. Onwijs schattig allemaal. Maar deze weer. Vinden we helemaal vet. Deze is echt vet. Ja, die vind ik echt te gek. Dat is heel cool. Hartstikke leuk allemaal. En we hebben nog van Ron hebben we deze gehad. Ook heel erg leuk. Zo lief. En van een klant kreeg. Waar staat poppetje? Dat poppetje. Dat hand. Ja, hier. Oh. Eén moment. Kreeg ik van een klant. Hallo. Iets lager dan, hè? Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hoi. Ik ben een mannetje met het schild. Ah ja! Grappig, hè? Hij is wel leuk. Ja, jij dacht dat is Enzo Knol. Ja, ik vind hem er wel wat van hebben. Ik vind hem wel van Enzo hebben, ja. Ja, superleuk. Onze Enzo. Nou ja, dus dat. Nou, dus we zijn weer helemaal verwend. Kan niet wachten tot de rest van de kamer is. Ja, dat is inderdaad wel eventjes een dingetje. De rest van de kamer moet nog binnenkomen en we gaan hier in de hoek gaan we het een en ander tofs maken. En ja, kan niet wachten. Duurt me te lang. Ja, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, en de kinderdagverblijf moet ook nog reageren, maar dat komt allemaal wel. Ja. Wij gaan lekker slapen. Wel trusten. Trusten!